Welkom allemaal hier in de aula van begraafplaats Oud-Rijswijk. U bent hier vandaag aanwezig voor het laatste afscheid van mevrouw Julia Maria Frederica Apontelaar. Beter bekend bij u als Pop. We gaan hier vandaag luisteren naar muziek. Muziek die zij zelf gemaakt heeft. En we luisteren zo meteen ook naar wat andere muziek. Voor het echte zover is, wil ik mevrouw Apontelaar wel in het licht van haar dierbare plaats, haar kinderen en kleinkinderen. De laatste anderhalf jaar is wat minder voor de geweest. Ze heeft op aangegeven naar een longzorgcentrum te willen. Daar is ze terecht gekomen en is in het begin vond ze het heel naar. Ze kreeg problemen met medewerkers en zo. Maar al gauw begon ze er een beetje aan te winnen. Hoewel ze zich er niet echt thuis heeft gevoeld. Dat kwam ook omdat haar gezondheid snel achteruit ging en ze afhankelijk werd van derden. Poep was zeer actief en gewend alles zelf te doen. Ik wil hierbij dan ook de verzorging die haar van het huis, die haar tot het einde liefdevol heeft verzorgd, ontzettend bedanken. We zijn daar 3 dames aanwezig. Ontzettend bedankt. Ik kan je niet genoeg bedanken eigenlijk. Zonder haar had ze het helemaal niet gered. Rijksoverheid, ambtenaar en een ruitmoeder.
Ze was de oudste van het gezin, op haar halfbroer Utina. Zoals mijn broer Frans gezegd heeft zij al haar broers en zusters overleefd. Wat op zich al een hele pijnlijke ervaring is. Toch was het een fantastische vrouw. Ondanks alle tegenslagen die ze in haar leven heeft gekend, en er waren er echt heel veel, tot de echtscheiding toe van onze vader Jack, is ze altijd doorgegaan. Ze heeft getracht voor ons in die moeilijke tijd, in de jaren 60, dat het niet gebruikelijk was dat huwelijken werden ontbonden, heeft ze dat toch doorgezet. Het enige wat ik nog aan heb wilde zeggen is, mam, ik was er de laatste jaren erg weinig voor je. En dat doet me echt pijn. Het excuus dat ik ver weg woonde is geen excuus. Maar dat merk je altijd als iemand van ons heen gaat, dan merk je echt hoeveel je van iemand hebt gehouden. Ik hoop dat het hiernamaals, waar je nu naartoe gaat, jou de rust en het geluk gaat geven die je verdient. Want voor mij ben je een hele fijne en goede moeder geweest. En ik wens je een hele goede reis. Would it be?